En dan zullen we hier zijn geweest, dan niet. Wat zou je het liefst doen? Blomschrijven of pintjes staan? Oh, ik kan combineren. Maar eigenlijk, Jimmy, ik vind dat ik nog gisteren. Ik vind dat echt gisteren. Decor en zo, ik vind dat eerst, ik doe dat hier. Dan ben ik heel wat anders. Nee, dat bloemskijt en toen. Ja. Wat komt er zo nog op die van creatiefs? Tafelschikken. Dat ook? Ja, dat is kort. Ik moet dat nu ook doen voor Pascal Nasus. Hoe meen het? Ik heb nog nooit een tafel uitdekken. Ik moet nu om een keer tafelschikken doen in Antwerpen. En hoe komt ze zich hier? Voor 3 dus man. Maar goed, we zijn ons aan het verdiepen. En dat komt maar goed. Ik weet het niet. Dat komt door een firma uit de streken, Decopuur, die gespecialiseerd is in linnen. En die gasten kwam bij mij en zei, je moet dat doen. Dus bon. Vond ik dat lekker zo. Klaar, joh. Waarom niet? Ik stel dat in de libel. Zo, of wat is dat allemaal? Feeling. De Klerk Mathieu. Tafelschikken. Wow. Maar goed, we gaan nu eens een plan krijgen en ik ga mijn beste doen. Nou, waar zijn we nu eigenlijk in Bonne en waarom? Naar Saint-Louis. We zijn op weg naar Saint-Louis. Dus ik ken, dus ben dat filmpje dat ik aan het maken ben voor Singsten is in principe opgenomen in de jaren 80. Het jaar 86. Dus ik heb aan drie mannetjes gevraagd, aan drie ouderen gevraagd. Maak je hun zonne even lenen voor een filmpje te maken. Nu nee, goed, we dat kunnen doen, dat is zeer vlot te gaan. En dus komt erop neer dat die kinderen in feite, dat er een van die mannetjes gaat zeggen in dat filmpje, kijk, dat hem in de maat Lotto en dat hem in de maat Nico, kijk, en dat ben ik, kijk, en wie er doen die liever dan fietsen en met skate op straten en, maar wat we eigenlijk het liefst van al doen, is eigenlijk muziek belusteren van de jaren 80. En ooit hopen we van nog een keer een feestje te mogen geven, binnen 30 jaar, ergens in Kortrijk, met muziek van nu, van de jaren 80. En dus dat ze nu gaan we uitbouwen voor die stemmen. Wat heb voor u het meest creatieve dat je gedaan hebt? Het creatiefste dat ik ooit gedaan heb, is een kindje maken, mijn dochterke. Dat hoor, het is het kwestie die dat ik tot nu toe gemaakt heb. Dat is echt waar, al de rest is. Ja, zij, het hoort bij de job, het is part of the game. En zij, het voor mij dat geen verplichting. Dus iets dat ik hierin doe, wie dat dan nu toffer of schooner of dit. Ik heb dat zelfs nog nooit bestellen. Dus hier zie ik café, boys, maar het is veel meer dan dat. Eigenlijk, ik heb je daar een bepaald moment, bijvoorbeeld, een wand met planten zien versieren. Je wordt gevraagd voor een tafelschikking door Pascal Nasens. Eigenlijk is het DJ. Is het eigenlijk heel creatief? He? Dat weet je wat het is. Ze is zelfstandig. En die een train, daar lief vooruit. En ja, ik vind dat je moet constant vind ik, creatief uit nu komen. Maar bon, voor mij is dat geen. Dat, ik doe dat hier. Dat zijn geen verplichtingen voor mij. Dus het enige dat je moet in, is een beetje tijd. Maar finaal voor mij is dat geen opgave. En ik doe dat graag. Ja. Dat is een toffe ding. Dat is een eerste ding. Maar je moet. De commerce en de mensen, zeker dat van vandaag, ze zijn rot verwend. Dus je moet constant een keer met wat anders afkomen naar de mensen. En ja, vandaar dat je nu en dan een keer bent aan het komen. Nee.
Maar je merkt dat ook bij de collega's, de concollega's. Dat heeft veel veranderd, vind ik, bij vroeger. Is dat? Ja, ik vind dat. Nu, terwijl dat ik wel, als dan vroeger, ik heb altijd, met de verde vol en tijden, gaf me ook iedere maand gaf me een feest dat wat tof gedecoreerd. Maar dat was gisteren, die dag heen. Maar nu, dat van vandaag, dat die voeding ga ik hop, 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 waar en waar, we zijn er. Ja, trek het zelf om, maar. Ja, je weet niet eens. Laat die grenzen, ja, wat ligt die grenzen op de duur, ja. Maar ja, finaal, dat is nog allemaal, dat bluf amateurist is, hé. Uiteindelijk ben ik, maak ik daar eigenlijk echt niet een reclame rond, uiteindelijk college cult. Ja, is het, ik vind hij is het decorateur, regisseur, DJ, restaurateur. Restaurateur. Ja, restaurateur, caféboos. Wat ik zie nog allemaal. Affichemaker? Amateur. Nee, het hoort bij een job. Ieder ondernemer moet met je van alles intussen. En ja, goed. That's it. Kijk, ik ga we gewoon nog een keer volgen. Zal ik al gewoon een keer inspreken? Ja. Geen tijd verliezen, hè. Maar wat we het liefst doen, is muziek beluisteren van u. Muziek van de jaren 80. Maar wat we het liefst doen, is muziek beluisteren van nu. Muziek van de jaren 80. Machtig, hè? Machtig. Tof, hè? En hoe heb je dat gedaan? Oh ja, alles met de telefoon, eigenlijk. Alles met de telefoon. De filmpjes, waar heb je dat leren, man, eigenlijk? Just like hier. Nee, van Zaals. Dankzij Apple. Ja, de dag van vandaag en GSM, dat is niet meer alleen om voor te bellen. En eigenlijk ook veel te danken aan mijn wc. Ja, mijn wc laat me dat allemaal toe. Dat ik dat daar allemaal op mijn gemak kan doen. En eigenlijk mag je mijn wc zeker niet vergeten vermelden. En uw vrouw op deze dat er iets aan uw darm scheelde? Ik heb dat leren maken. Nee, puur aan mezelf. De vrouw die hier aan de gasten op de terrassen. Dus, het zijn er zeker 10 die dat nog beter kunnen dan ik. Puur aan mezelf. Kijk, daar hebben we hier het. Kijk, hoe geestig dat hier is. Voor die mensen die er hier zitten. Maar hoe komt dat ook gewoon, hè? Komt daar weer niet. En wat doe je er nu met Singsten van die jaren? Dus, het is het derde jaar dat we een jaren 80 evenement organiseren. Dat is gratis, gratis entree. Dat gaat door dus op de zaterdag en de zondag in die basketbalkooi. Juist aan dat te zijn. En dat is eigenlijk een echt volksfeest. Dat is tof. En je merkt dat ook aan het publiek. Het is een veel leuke vibe die er hangt. Iedereen hoort graag de jaren 80. Jong en oud. Het levende bewijs ga je zaterdag zien. Dat is tof. Het ook net hoe weer is, maar ik ben erop voorzien. En, in het geval dat het zeer slecht weer is, gaan we heel die basketbalkooi overkoepelen in feite. Dus, ja. Oké, we gaan dat nog een keer doen. Dus, hallo. Dit is mijn kameraad Lotto. Hallo, dit is mijn kameraad Lotto. Hallo, dit is mijn kameraad Lotto. En met DJ Lotto? DJ Lotto, toffe kerel. Vorig jaar heb ik hem aangesproken en zegt hij ja, dat eigenlijk wel tiende dat ik vroeger een rooie zat. In de jaren 80 vind. Ik heb dat ook samen willen doen. En dus was er geen twijfel. We hebben er onmiddellijk gezeten. We gaan die een datum vastleggen. En dan heb ik DJ Nico. Nico de Porter is dat. Dat is een man. Dat is een verslaafd. Aan muziek ook? Aan muziek. Ja, het, die gast is. Ik heb vrij veel geleerd aan hem. Echt hoor. Muzikaal vlak. Ja, dat klassebak. Top hè. Alle dagen is hij aanwezig met muziek. Alle dagen.
Maar voor zichzelf niet. Dus dat pure passie. Schoon om voor te zien. Want dat staat er niet. En hier draai je ook? Ik draai je ook. Draai je vrij. Draai je vrij. Maar ja, ook. Ik draai je ook. Jaren 80. En wat kwam worden in jaren 80? Ja, en muziek van de jaren 90. Goede muziek, ja, dat is tof. We gaan het commerciële aan bod komen. En ook voor de liefhebbers ga je zondag kunnen vroeg komen. We gaan schone muziek draaien. Op de dozen, laten we zeggen. En dat is iets dat we iedere keer doen. De zondag is wel echt schone opbouw. En tot dat volk daar is. En toen, ja. Dat is de bedoeling dat de mensen wel kunnen meezingen. Nee, oh, dat is echt een volksfeest. Gewoon nu eindelijk echt waar. In een dag de ganse feest. Top. Singst is ongelooflijk, hè, in Kortrijk. Dat is zeker de laatste 2-3 jaar dat hoeveel volk dat op de man brengt. Dat is, en ik vind dat gisteren. Je voelt dat de mensen kunnen zo voelen van, hop, daar weer vandaag. Verste je? Dus ja, bon. Dat was tof. Voor hier dat ik. Geen fiesta ten ondernemingen. Hoopt hij gewin dat je volk hebt, dat is eigenlijk. Hè. En de mensen zeggen, moet je daar niet mee inzetten? Maar toet, moet je daar mee inzetten? Moet je hopen dat al, ja, dat in orde is? Ik zei het, aanbod is groter, hè. Groter en groter. Dus, ja. Maar ook zijn meer en meer volk ook op de Singsfeest. Ja. Ja, eindelijk voor de jaren was dat wel niet normaal. Zoveel volk. Uw filmpje van de jaren gaat over jongens die dromen over een 35 jaar later. Wat was in een droom? Oeh, wat was in een droom? Ja, ik zie me nou staan in mijn kamer. Dat ik... Deze verzeker dat zou ik iets aan. Is dat? Deze.